Wat doe je nu? Oh. Ik zag iets over de opera. Ja, ik heb Academie voor Kleinkunst gedaan, dus ik ben cabaretier, dus ik kan zingen. Dus nu ben ik verslaafd van opera. Non cantai farfalloni amoroso, notte giorno d'intorno girando. Oh, maar hier gaat goed. In Hoe is het nu met gaan we op bezoek bij bekende Nederlanders die jaren geleden door populaire tv-shows niet meer normaal over straat konden, maar nu van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Vandaag ga ik langs bij Peter Lussen, die iedereen kent als Eddie van Vrienden voor het Leven. Vrienden voor het leven, zij zoekt de warmte bij hem op. Hoe is het nu met Peter en vooral, wat doet hij nu? Wat een atletisch gestalte. Ja, ik heb direct van de honger. Kijk nou toch eens naar dat lijf, naar die soepele heupen, naar die golvende spierbundels in die elastische dijen. En wat hebben wij hier? Nou. Daar is Peter. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, normaal. Ja. Wat gezellig, wat zit je hier lekker. Ja. Dit is jouw favoriete plek? Of? Nee, niet speciaal. Maar het is, ja, weet je, ik weet niet of je dat kan zien op dat ding, maar het is overal om ons heen is het bos en nog eens bos. En hierachter loop ik vaak. Ga je hardlopen of wandelen? Meestal wandelen. Ja, lekker. Ja, een beetje joggen ook nog wel, maar meestal gewoon wandelen. Ach, we krijgen heerlijk wat te drinken, man. Nou, wat goed. Nou, het kapsonusbakje genoeg. Als jij dat niet eet, dan weet ik het niet. Ja, wie is zoete kou? Ja. Iedereen kent jou natuurlijk als Eddie van Vrienden voor het Leven. Nee. Nee? Weet je, die bekendheid van toen, 25 jaar geleden, dat slijt. Dat merk je gewoon heel duidelijk. Word je niet meer herkend op straat? Jawel, maar veel minder dan vroeger. Ja, wat vroeger, hoe was dat toen? Toen de hitserie echt een succes was en iedereen keek? Nou, dat weet ik niet. Ik kwam toen weinig op straat. Want ik werkte me zo helemaal als leplazer. Dus we hadden natuurlijk gewoon de repetities en de opnames. Ik had daarnaast theater. En daarnaast bewerkte en later schreef ik de afleveringen. Vrienden voor het Leven was een Engelse serie. Dus ik denk van de 65 afleveringen heb ik 12 of 13 afleveringen heb ik zelf geschreven. Ja. Vond je het een leuke periode? Of vind je het nu, zit je nu lekkerder in je vel? Ik zit nu lekkerder in mijn vel. Ja. Het is op het begin is het verschrikkelijk lang geleden. Ja, 25 jaar bijna. Ja. Dus ik, het is, ik denk daar bijna nooit meer aan. Dus, nee. Mensen vragen ook wel, ben je er niet trots op? Of zo? Nee, dat heb ik helemaal niet. Succes is leuk, maar het is, je moet het niet overschatten. Nee. Het belang van succes. Ja. Het heeft een aantal voordelen en het is natuurlijk leuk als het goed gaat. En er zit een sfeer in de groep enzovoort. Ja. Maar ik heb daarna dingen gedaan die ik eigenlijk, laat ik dan maar het vreselijk woord zeggen, veel leuker vond. Echt waar? Die veel succes hadden. Hey, en Mary Lou, hoe is het met haar? Heb je nog contact? Ja, ik heb eigenlijk een beetje weer contact. We hebben elkaar jaren niet gesproken. Uitstekend actrice. Ja. Ook het gevoel voor timing. Is vlekkeloos. En ook een reden waarom het altijd goed ging met ons. Ja. Omdat die scènes hoefden maar één keer te repeteren. En alle momenten die waren er steeds. Wow. Allerliefste Ellen, wil je alsjeblieft met me trouwen? Ik kwam even de meterstanden opnemen. Ben je zelf veel veranderd? Ja, zeker. Ik was vooral denk ik heel nerveuzig. En ik ben veel rustiger geworden in de loop der jaren. Was er in die periode, want we krijgen heel veel over je heen. Wij horen heel veel BN'ers natuurlijk die zeggen, ja, ik heb toen drugs gebruikt of ik was toen... Nee. Ik ben één keer in mijn leven dronken geweest. Eén keer maar? Toen was ik 24. Oké. Okay. En ik ben één keer in mijn leven stoned geweest. Toen was ik 31. Het was allebei totaal niet voor herhaling vatbaar. Kijk je nu veel tv nog? Eigenlijk de laatste tijd meer dan vroeger. Meer dan vroeger? Ja, ik heb jarenlang eigenlijk niet gekeken. Maar nu de laatste tijd, ik dacht op een gegeven moment, wat gaan we nou doen? En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk weer schrijven voor televisie. Ja. Series vertalen, bewerken en meeschrijven aan nieuwe series. En ik heb wel ideeën, maar ik ben beter in de afwerking. Eind jaren 80 hadden we de serie Pleidooi. Dat is een enorm succes geweest, maar het was ook vrij pretentieus. Ja. En dan zie je het jaren later terug en dan denk je... Was het dit wel? Nee, maar als ik Vrienden voor het Leven nog eens per ongeluk doe, ik vind het zo verouderd. Echt waar? Ja. Zou Vrienden voor het Leven terug kunnen? Nee. Wij zijn niet voor niks gestopt. Nee. En waarom in godsnaam... zoiets opgraven. En een remake, dat een andere Eddie... Dan laat het vooral proberen. Ja. Nee, dat is toch leuk? Ik zou het ze niet aanraden. Je zou het ze niet aanraden? Je hebt de ambitie nog wel. Om, als ze vragen, Peter, wil je nog op tv, bij RTL of waar dan ook? Laatst heb ik een auditie gedaan voor een remake van een serie. En daar deden 110 inzendingen aan mee. Oh. Samen met Jasmin Sender. Hi Jasmin. Die is bij de laatste vier gekomen. Oh. Maar als dat door was gegaan, had je me zomaar weer op tv gezien. Mensen denken allemaal nou, Vrienden voor het Leven, kassa. Ja, nee. Nee? Ik moet werken voor mijn geld. We hebben goed verdiend. Ja.
Maar zelfs dan, een serie, of nou comedy of drama is, is relatief duur. Ja. Dat betekent dat de prijzen voor de acteurs, voor de optredenden, relatief laag zijn. Repeat fees, als dat dan heet, het herhalingshonorarium syndroom, zou ik maar zeggen. Dat is in Nederland een van de weinige landen niet. Dat is zonde. Dus van de herhalingen van Vrienden voor het Leven geen reet aan. En dvd's ook niet? Of? Nee. En wat doe je nu? Ik zag iets over de opera. Ja, ik heb Academie van Kleinkunst gedaan, dus ik ben cabaretier, dus ik kan zingen. Dus nu ben ik verslaafd van opera. Dat weet je, maar ook in het doen dus, ja, in het zingen. Ja, ja. We lopen even het bos in. Maar kan je een stukje doen even? Want ben je bent een zwaar, lage stem of ja, hoog? Ik ben, zoals het heet, bas-bariton. Even... Toonhoog. Hij zoekt even de toonhoog. Even de artiesten, ja. Nanke dai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando e un riposo. Kijk, die hoogte is dan net niet lekker nog. Oh, maar die gaat goed. Ja, ja. En Italiaans. Ja. Mooi. Ja. Hey, en heb jij een partner? Ja. Ja, hoe lang al? Ruim 2,5 jaar. Ze zat bij zo'n concertje op de eerste rij. Ja, dat weet je niet. Ja, echt waar? Nou, doe er de groetjes even. Als ik, nu de groeten doe via de camera, gaat zij thuis achter de computer zitten blozen. Dat weet ik niet. Ah, dat is lief. En dan heb je het niet over roze, dan heb je het over diep donkerpaars. Ja. Ja. Nou, dan moeten we dat maar niet doen. Ja. Dag lief. Ja, leuk. Dag lieve schat. Ik vind het heel leuk om je ontmoet te hebben. Ja. Je bent dus ook te boeken voor feesten en partijen. Waarheen leidt weg. Dat klinkt goed. Peter, dankjewel hè. Oké. Okay. Groetjes. Ja, hoi. Ben jij nou zelf ook benieuwd hoe het met een BN'er of een artiest gaat? En wil je dat we daar naartoe gaan voor Hoe is het nu met? Laat het je onder even weten. En misschien gaan we wel langs.